Het IJsselmeer bij Workum is sinds hemelvaart 4 dagen lang in beslag genomen door de Dutch Youth Regatta, beter bekend als de DIR. Ruim 900 talentvolle zeilers uit 20 landen hebben hier laten zien wat ze waard zijn. Voor de Zwitsers geldt het ook wat zingen betreft. Bonjour, l'heure tour. Met zo'n groot deelnemersveld is de DIR in Nederland veruit het grootste zeilevenement voor jongeren. Met het oog op talentontwikkeling probeert de organisatie de belangrijkste zeilklasse te laten varen. Kinderen beginnen op jonge leeftijd in de Optimist, leren daar echt de basistechnieken van het zeilen. En de bedoeling is dat ze daar tot hun 15e kan je in de Optimist wedstrijd zeilen. Daarna moet je een keuze maken naar een andere boot. En sommige kinderen die gaan prima door in een eenmansboot, andere zijn beter gebouwd om in een tweemansboot door te gaan. Nou, die boten die proberen we allemaal in dit evenement bij elkaar te brengen. Op die manier kunnen de jonge zeilers alvast ruiken aan de volgende stap in hun carrière. Cas van Dongen en Daniel Bramevaar hebben tijdens de DIR goud behaald in de 29er-klasse. Maar ook zij hebben hun eerste mijlen afgelegd in een Optimist. Het jaar dat ik 15 werd, ben ik Optimist afgesloten met 1 EK. En ben ik in de 420 gegaan. Dat is een beetje zo'nzelfde boot. Dat is 2-mans. Toen ben ik in 29er gaan varen. En dat vond ik echt meteen superleuk. Het gaat nog een stukje harder dan de 420. Ja, en het is gewoon superleuk. Naast een internationaal topzeilevenement is de DIR voor het Nederlands topzeilen een mijlpaal. Want hier wordt bekendgemaakt welke Nederlandse talenten mogen varen op het ISAF Jeugd WK in Portugal. Voor de 29er-klasse zijn dat Lars van Stekelenburg en Odile van Aanholt. We zijn pas net begonnen met varen met elkaar. En ons doel was het ISAF Jeugd WK in Tavira halen. En dat hebben we gehaald, dus daar waren we heel blij mee. Ook windsurfers Sil Hoekstra en Sarah Wennekes mogen hun koffers pakken voor Portugal. Bart Lambrieks en Philip Meijer vertegenwoordigen Nederland met hun 420 in Portugal. In Laser Radio wordt Nederland bij de jongens vertegenwoordigd door Benjamin Wempe en bij de meiden door Judith Engbers. Het Jeugd WK in Portugal wordt van 12 tot 19 juli gehouden in Tavira.